Jij wil graag afvallen. Jij wil graag vetten verbranden. En om die reden ben je al een hele poos bezig jouw calorie-inname te beperken, zodat jij kan afvallen en vetten kan verbranden. Afgevallen ben je al wel een paar kilo. Maar van vetverbranding is kennelijk weinig sprake in jouw lijf, want jouw vetpercentage lijkt maar niet te willen dalen. En dit vind jij heel vreemd, want wij leren dat, naar aanleiding van structurele calorievermindering, ons lichaam op den duur vanzelf wel vetten moet gaan verbranden. Maar jouw vetpercentage daalt maar niet. En dit vind jij heel vreemd. Wanneer dit bij jou het geval is, dan moet je absoluut de komende dagen gaan kijken en goed opletten, want dan leer je begrijpen hoe dit komt. Wij gaan het namelijk hebben over watervrees. Wij gaan het hebben over hydrofobe voedingsstoffen in jouw lijf. Hydrofobie is watervrees. Hydrofobe voedingsstoffen zijn voedingsstoffen met watervrees. Voorbeelden hiervan zijn de vetzuren uit jouw vetweefsel. De vetzuren welke jij graag wil verliezen. De vetzuren waarvan jij ook denkt dat jij zal verliezen door verbranding in jouw cellen als jij structureel de calorieën in jouw voeding vermindert. Want zo leren wij dat. Alleen, hydrofobe voedingsstoffen zoals vetzuren vinden het niet zo leuk om in jouw bloedbaan te belanden. En waardoor moeten de vetzuren uit jouw vetweefsel passeren, vervoerd worden, getransporteerd worden, om in jouw cellen aan te kunnen belanden, de mitochondriën van je cellen, alwaar zij verbrand moeten worden. Want enkel dan zal jouw vetpercentage dalen. Het feit dat jij al een hele periode lang jouw calorie-inname beperkt en jouw vetpercentage maar niet daalt, betekent dat jouw hydrofobe, watervrezende vetten in jouw vetweefsel te bang zijn. Dat zij niet in jouw bloedbaan willen. Dat zij niet getransporteerd kunnen worden door jouw bloedbaan. Wij gaan het deze dagen hebben over het transport van hydrofobe voedingsstoffen door jouw lijf, door jouw bloedbaan. Want ja, enkel dan kunnen ze in jouw cellen aanbelanden, kunnen ze verbrand worden en kan jouw vetpercentage dalen. Wanneer jouw vetpercentage niet daalt, dan is dit transport van deze hydrofobe watervrezende stoffen is niet goed mogelijk in jouw lijf. Dat moet jij mogelijk zien te maken. Daar kan jij aan bijdragen. Jij kan dus wel vet verbranden, maar momenteel niet, omdat het vervoer, het transport van hydrofobe voedingsstoffen in jouw lijf kennelijk niet goed mogelijk is. Deze dagen gaan wij het dus hebben over welke stoffen aanwezig moeten zijn in jouw caloriebeperkte voeding, welke kennelijk momenteel onvoldoende aanwezig zijn omdat jij geen vetten verbrandt, om het transport van watervrezende hydrofobe voedingsstoffen zoals de vetzuren in jouw vetweefsel, welke jij heel graag wil verbranden, om het transport hiervan mogelijk te maken. Kijk jij mee deze dagen? Dit is jouw bloedbaan. In jouw bloedbaan is altijd glucose aanwezig. In jouw cellen moet elke dag, dag in dag uit, stofwisseling plaatsvinden. Om stofwisseling uit te kunnen voeren in jouw cellen, hebben jouw cellen energie nodig. En deze kunnen ze halen uit het stofje ATP. ATP levert energie. ATP kan gevormd worden in de mitochondriën van jouw cellen, naar aanleiding van de verbranding van brandstof. Glucose is brandstof, welke altijd in jouw bloedbaan aanwezig is. Je lichaam zorgt er onder invloed van hormonen ook voor dat er altijd glucose in jouw bloedbaan aanwezig zal zijn. Om als brandstof te kunnen dienen, zodat jouw cellen daarover kunnen beschikken om ATP energie te kunnen vormen om vervolgens de stofwisseling uit te voeren. Wanneer jij de calorieën, en dat wil zeggen de brandstoffen in jouw voeding beperkt, maar in de tussentijd overdag wel gewoon jouw hersenen geprikkeld worden en daar stofwisseling plaats moet vinden. In de tussentijd jouw hart wel gewoon aan het pompen is en daar stofwisseling plaats moet vinden. En zowel jouw hersenen als jouw hart en ook jouw beenspieren bijvoorbeeld als je ook nog een beetje aan het lopen bent die dag. Omdat die brandstof nodig hebben, wordt de glucose uit jouw bloedbaan wordt gebruikt in jouw cellen om daar ATP uit te vormen. Maar wanneer jij de brandstoffen in jouw voeding beperkt,
dan zal de behoefte aan brandstof in jouw cellen groter zijn dan de glucose in jouw bloedbaan aan tegemoet kan komen. En dan moet jouw lichaam, en dat zal jouw lichaam ook, daar een oplossing voor vinden om de glucose in jouw bloedbaan weer tijdig aan te vullen, zodat jouw hersencellen en jouw spiercellen continu kunnen beschikken over de glucose waar zij behoefte aan hebben nadat zij geprikkeld zijn. Hoe werkt dit? Jouw lichaam bezit een voorraadje van glucose, aan elkaar gekoppeld tot glycogeen, jouw glycogeenvoorraad. Die zit in jouw spieren en in jouw lever. Wanneer jouw bloedsuikerspiegel daalt, dus het gehalte glucose in jouw bloedbaan daalt en jij dat niet aanvult met glucose in jouw voeding, omdat jouw calorie-inname erg laag is, dan zal jouw lichaam onder invloed van hormonen in eerste instantie het glycogeen, jouw glucosevoorraad, afbreken en de glucose welke daaruit voortkomt, snel weer in jouw bloedbaan stoppen om het gehalte aan suiker in jouw bloedbaan weer te verhogen. Zodat je cellen weer over brandstof kunnen beschikken. Maar die voorraad is niet eindeloos. En wanneer jij stug en structureel doorgaat met calorievermindering, dan weten wij dat in ons lichaam afbraak van weefsel plaats moet vinden om daar stoffen uit te halen, waar jouw lever nieuwe glucose voor in jouw bloedbaan mee kan vormen. Wij leren dat dan de eerste keus de vetten uit jouw vetweefsel zijn. En wanneer je daar niet over kan beschikken, dat dan de afbraak van jouw spierweefsel, heel waardevol weefsel, dus dat wil je niet afbreken, dat dan de afbraak van spierweefsel plaatsvindt, omdat jouw lever uit meerdere stoffen nieuwe glucose voor in jouw bloedbaan, wanneer jouw bloedsuikerspiegel is gedaald en jouw glycogeenvoorraden leeg zijn, kan putten. Jouw lever kan uit het glycerol, uit jouw vetweefsel afkomstig, kan nieuwe glucose vormen, maar kan ook uit sommige aminozuren en het afbraakproduct van de glucoseafbraak in jouw spieren, kan nieuwe glucose vormen. Dus op basis van spierweefselafbraak en op basis van vetweefselafbraak kan jouw lever nieuwe glucose vormen. En weet dat altijd wanneer jouw glycogeenvoorraden leeg zijn, dus wanneer jij structureel je calorieën beperkt, jouw lichaam één van de twee keuzes moet maken. Wij denken dat wanneer wij structureel onze calorie-inname verminderen, dat dan ons vetweefsel wordt afgebroken. Maar in jouw vetweefsel zijn watervrezende voedingsstoffen. Die willen jouw bloedbaan niet in. En die moeten toch echt jouw bloedbaan door om glycerol aan te laten komen bij jouw lever om daar nieuwe glucose uit te kunnen vormen en de vetzuren aan te laten komen bij andere lichaamscellen om die te kunnen verbranden. Wanneer jij niet voor het transport, het vervoer van de watervrezende stoffen in jouw vetweefsel zorgt, dan kan jouw lichaam niet anders dan uiteindelijk toch jouw spierweefsel afbreken om daar dan maar uit de stoffen die daaruit vrijkomen nieuwe glucose van te vormen voor in jouw bloedbaan. Maar wat is dan het gevolg van jouw caloriebeperking? Dat jij waardevol weefsel aan het verliezen bent, dan verlies je wel wat gewicht, maar jouw vetweefsel blijft gewoon zitten en er ontstaat stress in jouw lijf. Dit moet je dus zien te voorkomen. Jij moet het vervoer van watervrezende vetzuren afkomstig uit jouw vetweefsel mogelijk maken, want anders willen de vetzuren afkomstig uit jouw vetweefsel echt niet jouw waterrijke, vochtrijke bloedbaan in om uiteindelijk in jouw lichaamscellen verbrand te kunnen worden. En blijven ze gewoon zitten. Het vervoer, het transport van hydrofobe, watervrezende voedingsstoffen, wordt geregeld door jouw lever. Jouw lever is voortdurend, als die daartoe de mogelijkheid krijgt, lipoproteïnes aan het vormen. Dat zijn transporteiwitten voor vetten en vetachtige stoffen. Maar is ook voortdurend, als jouw lever daar voldoende mogelijkheid toe krijgt, albumine aan het vormen. En ook dit eiwit, plasma-eiwit, kan bijvoorbeeld vetzuren vervoeren. En vooral dit eiwit is dus nodig om jouw lever te laten vormen, want dit eiwit
haalt bij wijze van spreken de vetzuren op bij jouw vetweefsel om deze vervolgens te transporteren naar jouw cellen, daar waar ze verbrand kunnen worden. Maar wanneer is jouw lever enkel in staat om nieuwe eiwitten te vormen? Wanneer jouw lever voorzien is in alle essentiële aminozuren. En dit zijn stoffen welke je lever niet zomaar over kan beschikken. Want dit zijn stoffen welke jouw lever niet zelf kan vormen en niet zomaar voorradig heeft. Deze moet jij aanleveren met je voeding. Dus wanneer deze onvoldoende aanwezig zijn in jouw voeding, dan kan jouw lever geen transporteiwitten vormen. Kunnen de vetten afkomstig uit jouw vetweefsel niet opgehaald worden, zodat ze veilig, zonder vrees, door jouw bloedbaan kunnen. En zullen ze blijven zitten en zelfs spierafbraak plaatsvinden. Dus deze moeten in jouw voeding, caloriebeperkte voeding, aanwezig zijn. Maar wanneer jouw voeding stress veroorzaakt in jouw lijf, een verhoogde zuurtegraad in jouw lijf veroorzaakt, dan worden stresshormonen in je lijf geproduceerd. En dan is jouw lever met hele andere dingen bezig dan met het vormen van nieuwe stoffen, zoals de transporteiwitten in jouw bloedbaan. En ook dan zou er sprake zijn van spierafbraak in plaats van vetweefselafbraak. Omdat jouw lever andere dingen te doen heeft dan rustig eventjes nieuwe eiwitten vormen. Want daar is energie voor nodig die die wel ergens anders voor nodig heeft. Daarom moet jouw caloriebeperkte voeding alle essentiële aminozuren bevatten, maar moet jouw caloriebeperkte voeding ook stoffen bevatten welke de vertering van eiwitten en vervolgens de opname van deze aminozuren mogelijk maakt. En moet jouw caloriebeperkte voeding ook nog eens stoffen bevatten welke een verhoogde zuurtegraad in jouw lijf helpen voorkomen, welke stress in jouw lijf helpen voorkomen. Kennelijk, omdat jij wel af bent gevallen sinds jouw caloriebeperkte dieet, maar jij geen vetten hebt verbrand, schiet jouw voeding tekort in deze stoffen. In drie delen leren we deze dagen wat jouw voeding moet bevatten om jouw lever rustig transporteiwitten te laten vormen, zodat de vetzuren aanwezig in jouw overtollige vetweefsel getransporteerd kunnen worden door jouw bloedbaan richting jouw cellen, om al daar in de mitochondriën van jouw cellen verbrand te kunnen worden. Want enkel dan zal jouw vetpercentage dalen. Vandaag leer je dat absoluut, en zorg daar dan gewoon elk moment dat je wat eet voor, verse groenten aanwezig moeten zijn in jouw voeding. Omdat verse groenten de grootste bron is van fermenteerbare vezels, welke je maar over kan beschikken met je voeding. Fermenteerbare vezels zijn vezels welke jouw goede darmbacteriën kunnen fermenteren. Zij kunnen daaruit korte keten vetzuren en allerhande B-vitamines produceren. Deze stoffen zorgen voor een optimale zuurtegraad in jouw darmen, wat een voorwaarde is om ook wel een optimale zuurtegraad in jouw lijf te kunnen behouden. Zij zorgen voor een goede samenstelling van darmbacteriën en voor energie voor jouw darmwandcellen, zodat deze gezond kunnen blijven en het transport van vocht, elektrolyten en bijvoorbeeld de essentiële aminozuren welke jouw lever nodig heeft om nieuwe eiwitten te vormen, zoals de transporteiwitten, om dat mogelijk te maken. Wanneer jouw voeding nauwelijks tot geen verse groenten bevat en daardoor nauwelijks tot geen fermenteerbare vezels bevat, dan kunnen en zullen jouw goede darmbacteriën deze stoffen welke jouw darmflora, de optimale zuurtegraad in jouw darmen en lijf en de gezondheid van jouw darmwandcellen mogelijk helpen maken, niet vormen. Zal er een vocht- en elektrolytentekort in jouw lijf ontstaan? Is de opname van essentiële aminozuren niet goed mogelijk? Zullen er stresshormonen geproduceerd worden in jouw lijf? Zal de zuurtegraad in jouw lijf verhoogd raken? En zal de lever niet in staat zijn om transporteiwitten te vormen? Dan zal jij, ondanks je caloriebeperkte dieet, niet de vetten uit jouw vetweefsel kunnen afbreken, omdat daar watervrezende stoffen in zitten en zij geen transport hebben, maar zal de afbraak van jouw spierweefsel aan de orde zijn. En geloof me, dan ben je misschien wel wat afgevallen, maar daar word je niet gelukkiger en gezonder van. Alleen de consumptie van groenten met daarin fermenteerbare vezels helpt wel om jouw leven te vergemakkelijken in het vormen van transporteiwitten en dus om uiteindelijk vetverbranding mogelijk te maken, maar is nog niet voldoende. En daarom gaan we de komende 2 dagen gaan wij door met het bespreken van de stoffen welke aanwezig moeten zijn in jouw caloriebeperkte voeding om vetten te kunnen verbranden. Kijk je dan weer?